Een beetje bakpoeder. Zie je dit? Ja. Dit. En dan 10 afgestreken lepels bloem. Wat voor lepels? Eetlepels. 2, 3, 4, 5. Ik weeg niet, hè. Ik doe gewoon af. En dan 7. En dan moet je 7. Kijk hoe het er nu uitziet. Heel fijn. Er zit niks in. Dat bedoelt u. 5. 3, 4, 5. Hoe bedoelt u, er zit niks in? Geef dingen. Nee. Klontjes of zo zitten niet in. Nou, omdat je het zegt dat het 5. Zeven is al dat die luchtig wordt. Heel nice. Even door die bakpoeder. Dus 10 eetlepels en een halve theelepel bakpoeder. Ja. Nou, dit is klaar. 1. Twee. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eieren in de kom voor de Ixi Koekoe. Voor verwarmen de oven. Ik doe mijn oven doe ik op 150. Wat voor oven heeft u dan? Elektrische oven. Mm. 150 graden voor verwarmen. Ja, en dan blijft het op 150 ook het bakken. 10 eetlepels ook suiker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik doe het opgevuld met dit, omdat ik weet hoeveel het doet. Ik bak altijd, dus ik weet ongeveer hoe een eetlepel is. Maar in ieder geval 10 eetlepels. Alles 10. Ja. Behalve bakpoeder. Nee. En vanillesuiker. Mm-hmm. Eén zakje. Eén zakje. Een pakje, één zakje. En vanille is extra. Mm-hmm. Weer een beetje. Mm-hmm. Zo. En dan ga ik het nu mixen. Zo. En op de allerhoogste stand, zie je op 8. Later en het ziet er nu zo uit. Ja. Kijk,
Oké, het moet zo dik zijn. Mm-hmm. Dat het niet uit je hand valt, zie je? Of van je vinger. Mm-hmm. Dan is het goed. Bloem toevoegen. Lepel bij lepel. Eén lepel, zo. Zo. Gewoon omscheppen. Wat is er met die boter gebeurd? Gesmolten boter moet er zitten. Welke boter is dit? Dat is margarine. Uh-huh. Hoeveel? Ook 9 eetlepels. 9? 10 toch? Ja, maar ik doe niet alle... Niet boter doe ik altijd iets minder. Waarom? Ja, het moet niet, anders is het te vettig als je te veel boter zet ook. Uh-huh. Snap je? Dus ik doe altijd 1 lepel minder. Van boter? Ja. Oké. Okay. Dit is hoe het eruit ziet. Ja. Gesmolten boter. Nu gaan we in de bakblik. Kijk hoe luchtig het is. Je hoort zelfs hoe luchtig het is. Alles moet erin, hè mensen. Alles moet erin. 3. 3 keer tikken en dat is voor de luchtigheid. En dan in de oven. En dan 45 minuten in de oven. Ja, op 150 graden was het, ja. Hè? Oké, nou. Tot ziens, hè. Tot ziens. Oven, een beetje boter eroverheen. Lekker ziet het eruit hoor. In 3, 2, 1. Tada! Mijn god, kijk die cake. Kijk die. Oepsie! Dus daar een beetje blijven haken in het blik. Maar het is weer gefixt. In ieder geval, kijk hoe prachtig het eruit ziet. Mooie Xy koekoe. Er gaan nog suikermuisjes overheen. Ja, dan nog niet. Dat is afkoelen, hè? Ja. Beetje boter weer ook aan deze kant. Nou, op de Xy koekoe gaat er natuurlijk ook gewoon suikermeisjes op en dat gaan we niet doen. Prachtig toch, hoe luchtig het is. Wauw, dit kunnen jullie ook maken mensen, dit kunnen jullie ook. Zo luchtig, zo lekker van smaak. Geweldig, geweldig. Als jullie dit recept ook gaan maken, eet zeker smakelijk. Vergeet niet te abonneren, want er komen nog meer recepten aan. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Prachtig hoor. Kijk hoe mooi. Geweldig. Even inzoomen toch op die luchtigheid. Wauw. Wauw. Nou, ik ga dit eten. Doei.